Belgian dentistry is totally, totally screwed. Hello everybody, if you're a patient from Belgium, you probably have noticed that if you have to make an appointment with a dentist, you'll have to wait a long, long time. And if you don't have a dentist at this moment, well, good luck in finding one who will still accept new patients. Now, you may wonder, how did it come to this? Well, there are many reasons, but luckily for you, I will give you some answers. A few weeks ago, I was invited by one of the big banks in Belgium to give a lecture about the dentist in 2022 and what are the problems, how many dentists are there, because they noticed, yeah, there are some issues with dentistry. I will show you in the next hour the complete lecture. I taped it with a GoPro camera, and yeah, I hope you will enjoy. Now, before I will start the video, I will let me tell you this. The lecture is in Dutch, so if your native language is not Dutch, you won't understand. But next week, I will upload subtitles to this video. So if you speak English or any other language, you'll just have to have some patience until next week. Goedemiddag, collega's. Het is met evenveel plezier als ik de vorige sprekers aangekondigd heb, dat ik nu Rafael Michiels mag voorstellen aan jullie en aankondigen. Rafael Michiels komt namens de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen spreken over de leefwereld van de tandarts vandaag en morgen. Rafael is master in de tandheelkunde, maar ook master in de endodontie. Ja? En heeft zijn praktijk lach- en mondzorg. Dus ik denk dat hij zeer goed geplaatst is om jullie te komen vertellen over ja, wat zijn de uitdagingen voor de tandartsen vandaag, wat zijn de opportuniteiten, wat gebeurt er in de leefwereld. Dus graag, Rafael. Aan jou. Ik weet niet, werkt de headset? Ja, oké, perfect. Dus goedemiddag iedereen. Mijn naam is dus Raf Michiels. Ik heb een praktijk in Hasselt, in Limburg. Ik sta ook niet graag stil, dus we gaan wel wat zien rondlopen vandaag. En Wim had ons een paar maanden geleden een mail gestuurd met de vraag van willen jullie even eens iemand sturen om een inkijk te geven in de wereld van de tandarts anno 2022. Onze voorzitter is nogal een druk bezet man en dus dacht ze dat het een goed idee was om mij te sturen. Ik weet niet of dat een heel goed idee is, ik ben niet de meest subtiele persoon en ik zal alvast zeggen, ik heb enorm veel plezier gehad om deze lezing te maken. Wim had een aantal vragen gesteld, er kwamen heel veel cijfers aan te passen. En normaal gezien, als we over cijfers gaan hebben, is dat nog wel een saaie materie. Maar ik heb echt lol gehad. Er zijn een paar zaken die je wel zult zien, die voor jullie van belang kunnen zijn. En ik denk dat ik vandaag ook een paar knuppels in het hoenderhok ga werpen en aantonen als de overheid niet echt goed bezig is op het fraudeleuze af. Maar goed, waarom deze foto? Dus met mijn zoekwerk in al die statistieken, er waren rapporten na rapporten, allemaal openbaar beschikbaar door de overheid. Dat is nog het meest schandalig. Het staat er allemaal, maar ze doen er niks mee. Dus ik ben echt in de rabbit hole gedoken. Nu, vooraleer dat ik daar dus zelfs met jullie ga induiken, wil ik het even hebben over jullie doelpubliek. Dus jullie zijn allemaal mensen van het medische service. Dus jullie doelpubliek zijn de vrijberoepers, dus alles wat met de medische sector te maken heeft, de dokters, kinesisten waarschijnlijk ook, tandartsen. En wat is eigenlijk jullie doelpubliek? Vroeger was dat heel simpel. Als we 30, 40 jaar in de tijd teruggaan, was dit uw doelpubliek? Ik heb er een smiley over gezet, zodat de collega's het eigenlijk niet gaan herkennen. Als ik dit ergens anders ga tonen, ga ik waarschijnlijk nog meer moeten blurren. Maar dit was het doelpubliek van vroeger. De tandarts was een oudere man, hij is nu een oudere man, was vroeger een jongere man. Ik noem hem Dirk. Dat is een naam die we tegenwoordig niet veel doen, hij meer gebruikt wordt. Sorry Dirk, ik zie al dat er daar reden is. Ik heb toevallig ook geen dokter die Anne-Sophie noemt of zo. Oké, goed. Dus het is Dirk. Dirk is tandarts en wat drinkt hij het liefst van al? Een Chateau Petrus. Chateau Margaux. Alleszins een dure wijn. Niet dat hij er iets van kent, maar goed, dat drinkt hij. Dirk heeft ook een tweede verblijf in Knokke. Gaat graag naar Nice en Toscane op reis. Heeft twee kinderen, Anne-Sophie en Louis. Beetje Franse naam. Tandartsen noemen hun kinderen niet Kevin en Debbie.
Dirk werkt 12 uur per dag. 12 uur per dag gaat hij werken, van 's morgens tot 's avonds en als het kan ook nog op zaterdag. Ik heb heel veel collega's die al wat ouder zijn en die dan op pensioen gaan. Ze sturen niks meer door, ik werk op doorverwijzing, doe enkel wortelkanaalbehandelingen. En in één keer na een jaar zullen die terug patiënten doorsturen. Zo, wat is er aan de hand? Omdat die 12 uur per dag hebben gewerkt, zijn die dan nooit gewend geweest om met een vrouw thuis te zitten. Het eerste jaar van pensioen, de reizen zijn gedaan, alles is gebeurd. En die beginnen we anders kaas op te vreten. Dus Dirk begint terug te werken. Dirk zijn favoriete hobby is golf. Dus dit was uw doelpubliek een paar jaar geleden. Ondertussen, ze zijn er nog, maar als ze nu nog bij u terechtkomen, is het vooral met vragen rond het einde van de loopbaan. Nu, Dirk heeft een dochter aan Sophie, die gaat natuurlijk ook tandheelkunde studeren. Je ziet ook de typische outfit van de vrouwelijke tandarts. Dus aan Sophie, haar favoriete drankje is een Manhattan cocktail. Ze gaat niet zo graag naar Knokken, ze zal er wel af en toe zijn, maar eigenlijk liever naar Bali, de Malediven en tegenwoordig ook Dubai. Ze heeft ook twee kinderen, nog een beetje meer Frans gaan we die noemen, Guillaume en Quentin. Ze werkt zeker niet voltijds, part-time zal ze werken. En ze is ook heel hard betrokken bij eender welke service club, de Ladies Circle of zo. Dus dat is uw doelpubliek. Dus wat wil ik daar eigenlijk? Het is natuurlijk een karikatuur dat ik hier maak, maar er zit wel een vorm van waarheid in. Dus uw doelpubliek nu, en zeker naar de toekomst toe, is vrouwelijk in plaats van mannelijk. Ze zijn nog altijd gegoed, het is niet dat we stinkend rijk zijn helaas. Maar we hebben wel wat meer dan het gemiddelde. En, belangrijk is, ze interesseert zich niks in investeringen. Voor de tandarts, ik heb onlangs eigenlijk een cursus gevolgd met wat accountants. En kwam eigenlijk altijd zelf naar boven. De tandarts studeert af, een paar jaar aan het werk en moet direct een grote villa kopen, een dikke auto. Gaat daar enorm grote leningen voor aan en zit eigenlijk 20, 30 jaar vast om die dingen af te betalen. Denkt eigenlijk niet verder aan de toekomst. Dus luxe en uiterlijke schijn is helaas voor veel het belangrijkste. Nu, dat was even een intro, hè? Dus Wim heeft mij ook een aantal vragen doorgestuurd. Dit is de kleine lettertjes, zoals letterlijk zijn een mail, hè? Dus kunnen we dit hier allemaal even bespreken. Ik ga Wim heel tevreden maken, denk ik. Ik heb alles in het komende uur besproken. Ik weet zelfs niet of ik het een heel uur ga voltrekken, maar we gaan zien. We gaan alleszins niet uitlopen normaal. Dus om het even kort samen te vatten, we gaan het over de cijfers hebben. Dus hoeveel tandartsen zijn er, leeftijdspyramide, instroom, uitstroom. Dat is eigenlijk het grootste deel van de lezingen. Het saaiste deel misschien, ik ga proberen een beetje fatsoenlijk te brengen. Maar goed. Volgende wat we ook nog gaan over hebben zijn de knelpunten. Dus de knelpunten van ons beroep. Tegen welke soort problemen lopen wij aan als tandarts? Er was ook een vraag over specialisaties, daar gaan we niet echt diep op in. En over samenwerkingsverbanden. En dus groepspraktijken, ketens, hoe zit het tegenwoordig, wat is het marktpotentieel? Is iedereen daar wel content? Een ander topic waarover we het gaan hebben zijn de mondhygiënisten en de assistenten. En dan ga ik jullie inderdaad laten zien dat wij in een apenland leven. De work-life balance, dat gaan we daartussen wat bespreken. En ik mocht ook nog wat extra dingen aanbrengen. Dat zelf willen. En dan ga ik het zeker hebben over de conventie en over tariefzekerheid. Maar goed, we gaan dus beginnen met de cijfers. Hoeveel tandartsen zijn er in België? Dat hangt er een beetje vanaf. Dus het RISIF heeft de officiële cijfers. En als je ziet, links, zie je daar 10.455 tandartsen staan. Dat zijn alle tandartsen die eigenlijk een diploma hebben. Die mogen tandarts zijn. Dus daaronder zie je drie afkortingen staan, die gaan van belang zijn bij de volgende tabellen. Dus LPT is License to Practice. PA is Professionally Active. En PR, dat zijn degenen die echt in de praktijk zelf werken. En Professionally Active kan ook zijn dat die ergens voor een voor de farma-industrie werken of zo. Er zijn andere opties. Dus maar het RISIF gebruikt eigenlijk 10.455 telkens als het gaat over de conventie, om zogezegd tariefzekerheid te hebben. Je gaat zien in het laatste deel dat daar niks van aan is. Het RISIF heeft zelf ook de cijfers van de actieve tandartsen in België. Je ziet in één keer dat er 3000 minder zijn, 7313. Dus een enorm verschil. Dus telkens als je hoort in de media van ja, de conventie is weer aanvaard en al, er is tariefzekerheid, dan baseert men dat op die 10.455 en niet op de werkelijke 7313. De Federatie voor Vrije Beroepen heeft 7598 gezet. En er zijn nog wat andere databanken, de OECD, die zeggen ongeveer 7500 tot 8000. Dus het komt erop neer hoeveel tandartsen zijn er actief in België.
min of meer 7500, kunnen we zeggen. Volgens de OECD wil dat zeggen dat we ongeveer 75 tandarts hebben per 100.000 inwoners. Nu, ik denk dat jullie allemaal wel weten, als je nu een afspraak probeert te krijgen bij iemand van ons, dat dat lang wachten is. En dus gemiddelde wachttijden lopen dikwijls op tot maanden ondertussen. Als je vandaag bij mij belt voor een afspraak, is het december. Ik heb patiënten die ik voorzie van alles om in orde te brengen, om daar een kroon over te zetten. En dan zeg je van, ah, wanneer kun je bij je eigen tandarts terecht? We zitten momenteel bij sommige tandartsen in januari of februari 2023. Dus er lijkt een enorm tekort te zijn aan tandartsen. Ook als je nu als nieuwe patiënt ergens terecht moet en je hebt geen eigen tandarts, heel moeilijk om je aan te vinden. En dus bij ons in Limburg, in Houthalen, Helchteren, allemaal patiëntenstop. Zonhoven, allemaal een patiëntenstop. In Hasselt hebben we nog chance, denk dat er nog twee of drie jongeren zijn die juist begonnen zijn waar je terecht kunt. Maar we zien dat eigenlijk dat over heel Vlaanderen een groot probleem wordt. En dus ik heb vroeger ook gewerkt in Turnhout en de regio Noorderkempen is gewoon rampzalig. Er zijn dorpen daar zonder tandarts ondertussen. 10.000, 15.000 mensen, geen tandarts meer te vinden. Nu, toch hebben wij eigenlijk een aantal tandartsen per 100.000 inwoners dat perfect op het Europees gemiddelde ligt. En als we dan kijken naar bijvoorbeeld Nederland, die zitten al veel lager, 55. Nu, in Nederland is er ook een tandartsentekort. Maar toch is de tandheelkunde op zich en de kwaliteit van de zorg daar beter. We gaan daar straks even op ingaan hoe dat komt. En in Zwitserland is het zelfs nog erger gesteld, 41 op 100.000. En als je ziet, Nederland en Zwitserland zijn er niet bepaalde landen waarvan je zou zeggen, ja, dus de zorg echt heel slecht op de tandheelkunde, heel slecht. Eigenlijk uit alle indicatoren en rapporten die er zijn internationaal, scoren die landen op het gebied van mondgezondheid beter dan België, met minder tandartsen. Dus hoe gaan we dat nu verklaren? Daar gaan we nu stilletjes aan beginnen. Dit is eigenlijk een onderverdeling van de huidige algemeen tandartsen in Vlaanderen. En wat valt ons daarop? De leeftijdspyramide ten eerste. Je ziet, het grootste deel van de tandartsen zit tussen 55 en 60 en 60 en 65. Die twee samen is eigenlijk de helft van alle tandartsen die in Vlaanderen werken. Kunt u voorstellen over 10 jaar dat wij een heel groot probleem terecht gaan komen. Die gaan maximum nog 10 jaar mee. Een ander iets wat we ook zien, links die blauwe kolom zijn de mannen, rechts zijn de vrouwen. Dus we zien ook dat tandarts duidelijk aan het vervrouwelijken is. Die generatie van die 55-plussers waren nog over het algemeen mannen en in één keer zie je dat helemaal afnemen. Waarom? Geen flauw idee. Misschien is het in de zorg algemeen, dus ook bij de verpleging, bij artsen, bij iedereen in de zorg, zien we een vervrouwelijking van beroep optreden. Ik heb erover nagedacht en wat zou misschien een verklaring kunnen zijn. Mannen gaan tegenwoordig natuurlijk meer en meer in stemopleidingen, dus ingenieurs, informatica, dat zijn allemaal dingen dat mannen eigenlijk interessanter vinden en waar het ook veel meer mogelijkheden liggen, zeker in de huidige arbeidsmarkt. En er worden dikwijls keuzes gemaakt van wat ga ik studeren, waar ga ik eigenlijk goed terecht kunnen komen. En dan zien we wel van, tegenwoordig is het allemaal in de technologie sector, daar is meer geld te verdienen. Daar komt het eigenlijk op neer. En voor tandartsen, wij verdienen natuurlijk ook genoeg, maar de werkuren en al, je gaat dat wel in de volgende tabellen zien, die vallen toch tegen. Vrouwen hebben nog altijd iets van, de zorg is leuk, en dan kunnen ze kiezen, zou ik dokter worden of word ik tandarts? Dan is de keuze dikwijls nogal pragmatisch. De uren als tandarts zijn nog altijd beter als arts. Je wordt niet continu uit je bed gebeld voor een kleine scheet of zo. Dus op zich, als tandarts hebben wij nog redelijk comfortabel dat we werken. Goed, ook de orthodonten en de parodontologen, dat zijn de twee specialisaties die officieel erkend zijn in België. Dus dat is eigenlijk net dezelfde onderverdeling die we daar zien. Bij orthodontie zien we natuurlijk een enorm overaanbod, niet overaanbod, een enorme vervrouwelijking. Het zijn de leukste congressen om als man heen te gaan natuurlijk in de orthodontie. Dat is echt geweldig, je komt daar binnen van... En vooral de jonge vrouwen, als je dat dan ziet, die leeftijd 30, 35 jaar, dat verschil, als je daar als man dan tussenkomt, dat is best interessant. Maar goed, orthodonten, parodontologen, net hetzelfde. Voor diegenen onder jullie die daar soms wel last mee hebben, want mijn gemiddelde patiënt die weet totaal niet wat een endodontoloog is.
En ik denk ook dat ik blokjes steek, de orthodonten zijn degene die de blokjes steken, parodontologen zijn onze tandvleesspecialisten. Een endodontoloog is niet officieel erkend, dus ik word beschouwd als een algemeen tandarts. Dat heeft communautaire redenen, de Walen hebben die opleiding niet, dus wordt dat niet erkend. Simpel. Maar goed, ook bij de parodontologen zien we dus dezelfde onderverdeling. Hè? Dus de leeftijdspyramide. Nu, daar loopt het iets anders. Waarom is dat? Een parodontoloog die gaat blijkbaar iets sneller op pensioen. Die verdienen ook een pak meer dan de algemeen tandartsen. En het is natuurlijk een jongere specialisatie. En hoeveel zijn er in opleiding? En dus we hebben nu een idee hoeveel tandartsen dat er ongeveer zijn. We hebben een idee waar we met een probleem zitten met de leeftijdspyramide, zeker over 10 jaar. En we hebben eigenlijk een grotere vervrouwelijking van het beroep. Hoe zit het met de instroom? En dit zijn eigenlijk de tandartsen in de opleiding, maar dat is niet de volledige opleiding. Dit zijn de tandartsstagiairs. Dus tandheelkunde tegenwoordig is 5 jaar studeren. Dan ben je officieel tandarts en dan moet je nog 1 jaar stage doen om eigenlijk je zelfstandig de achteraf te mogen vestigen. Dus als we goed zien, hier, ik denk dat dat 2016 was, toen waren er 94 tandartsen die afstuderen in Vlaanderen. Hè, want de Walen hebben geen toelatingsexamen, die doen maar op. Dus maar in Vlaanderen 94 tandartsen. Het kan misschien wel wat grof klinken soms, maar het zijn de gewoon de feiten. Het is gewoon zo. Dus 94 die erbij komen. Als je weet dat er dus een enorme uitstroom aan zit te komen, gaat 94 natuurlijk weinig zijn. Ook hier de onderverdeling, meer vrouwen dan mannen, dat is al eenmaal zo. Dus hoe gaan we dat oplossen? Nu, als we ook naar de evolutie zien, dus van het aantal algemene tandartsen, volgens het gewest, van boven, dat is Vlaanderen, de bovenste lijn. Dan zien we dat, ondanks dat je verwacht dat er een grotere uitstroom is, dat er toch eigenlijk momenteel meer tandartsen bijkomen. En dit zijn nog altijd de actieve. Dus momenteel zitten we nog niet in de situatie dat die laatste twee grote blokken op pensioen gaan, maar dat gaat waarschijnlijk binnenkort wel serieus snel naar beneden gaan. Dus, maar ondanks het feit dat we dus met langere wachttijden zitten, ondanks het feit dat je nergens terechtkomt, zijn er toch altijd meer en meer tandartsen. En ook het aantal voltijdsequivalenten zien we gewoon stijgen. Dus er wordt ook meer gewerkt. Van waar komt dat dan? Buitenlanders. Dus momenteel, dit is nog een iets ouder, dus 2019, maar je ziet het stijgen. Hè. Dus EU-tandartsen, je zult allemaal ondertussen wel praktijk hebben waar dat de Spaanse collega's komen, Portugese collega's, Roemenen zijn ook heel populair. En we zien dat eigenlijk meer en meer komen. Bij ons in Limburg hebben ze daar ook niet echt problemen mee. We hebben een redelijk diverse bevolking in Limburg. En dus de helft is daar ook al Italiaan of Turk of zo. Dus daar wordt eigenlijk niet moeilijk over gedaan en dat wordt gemakkelijk aanvaard. Ik heb oorspronkelijk, ja, ik klink misschien niet helemaal Limburgs, maar eerder de Kempers, ik kom ook uit de Kempen oorspronkelijk. Daar heerst een andere mentaliteit. Ik herinner mij nog, hè, dus we werkten dan in een praktijk. En daar hebben we dan een collega gehad, een Iranier, Amir. Amir die had geen werk. Een gemiddelde Kempenaar vertikkend om bij Amir terecht te komen, wou niet door Amir behandeld worden. Amir heeft dan besloten om naar Amsterdam te gaan, te gaan doctoreren. Dat is een van de meest geniale geesten in ons vakgebied ondertussen. Dus, maar ja, voor de Belg ligt dat soms nog wel moeilijk, afhankelijk van regio waar dat je komt. Maar we zien eigenlijk vooral als je die cijfers ziet stijgen. Hè, dus van 554 naar 581 naar ondertussen 633. En dat wordt elk jaar meer en meer. We zien dat ook op onze studieclubs. Dat zijn zo maandelijks dat wij als tandartsen samenkomen en we spreken over een onderwerp. Dan gaan we daarna goed eten en drinken en dat even bespreken. Dat doen ze gewoon. Studieclubs, maar dat is eerder netwerken natuurlijk. Maar waar dat een paar jaar geleden, als je daar kwam, dan had je daar misschien 3 of 4 Spanjaarden. En in Limburg zitten we ondertussen, dat is een heel klik aan het worden. Zo 20, 30 Spanjaarden die mooi bijeen klitten. Dus je ziet dat wel stijgen en dat is natuurlijk ook de enige manier om dat op korte termijn te gaan oplossen. Een andere oplossing is het toelatingsexamen aanpassen. Dus maar onze instroom wordt momenteel eigenlijk nog, de uitstroom wordt nog gecompenseerd door een instroom. Natuurlijk als je gaat zien dat er in één keer zo'n 1500 tandartsen op 5 jaar of zo pensioen gaan, dan gaan we in een groter probleem terechtkomen. We kunnen niet blijven importeren. Ginder wordt het ook beter allemaal, dus we zullen zien hoe dat we dat gaan oplossen. Ik heb een paar ideeën.
Maar goed, dit waren eigenlijk de cijfers. Dus ik ga nog eens even recapituleren. We hebben dus een 10.500 officiële tandartsen en we hebben er 7.500 die echt werken. Vrouwen zijn duidelijk in de meerderheid aan het komen. Mannen die nog in de meerderheid zijn, dat was vooral die oude mannen. Die gaan binnen dit en 10 jaar allemaal op pensioen gaan en dan hebben we een groot probleem. En momenteel hebben we nog meer als genoeg tandartsen en wordt er eigenlijk meer als genoeg gewerkt ook. Goed, ik ben even terug naar deze slide gegaan en dan komen we bij de knelpunt. Want wat tonen die cijfers aan en waar zitten de problemen voor ons beroep? Dus zoals gezegd, ongeveer 7500 actieve tandartsen, Nederland en Zwitserland hebben er minder. Dus wat is ons probleem? Dit is ons probleem. De kamer. Wat doen ze in de kamer? I have no idea what I'm doing. Volgens mij echt waar, zeker in die commissie gezondheidszorg zitten daar zo'n bende Mongolen bij en van... Oh, ik pak zoveel geld, ik smijt hier wat mee, hoe kan ik opnieuw verkozen worden? Het zal zo iets zijn. Maar die budgetten worden niet fatsoenlijk gebruikt. En er is een enorm budget, maar dat wordt niet gebruikt voor tandheelkunde. Kom eens trouwens ook weer toe. Om je een idee te geven, de werkingskosten voor de mutualiteiten bedraagt ongeveer 1,2 miljard euro per jaar. Voor administratie. En vroeger, we weten allemaal, de mutualiteiten in België, ze zijn verzuild. Ik heb de christelijke, de socialisten, de liberalen. En dat wordt vooral bevolkt door mensen die een postje krijgen. Ik heb vroeger ook de fout gemaakt van eens even in de VLD te zitten. Ik ben nog altijd een liberaal, maar geen VLD. Dus, en als je dat dan met die jong VLD'ers gaat praten, die worden klaargestoomd. Je weet nu al wie dat er waarschijnlijk over 20 jaar gaat verkozen worden. Dat is heel duidelijk. En als je dan vraagt, ah ja, wat heb je gedaan? Ah ja, marketing of weet ik veel wat, opleiding. En wat werkt je nu? Ah, ik werk op de liberale mutualiteit. Die gaan nooit een echte job hebben. Dat is... Die worden gewoon gepositioneerd. Klaar, hier, jobje voor u. En ondertussen moeten die zoveel mogelijk met de partijpolitiek meedoen. En als je genoeg achtereen zijn gat achterloopt, zul je waarschijnlijk wel de kans krijgen om in de lijst te komen, een goede positie. En dan kun je misschien verkozen worden. Maar dat is een probleem dat we hebben natuurlijk. Veel politiekers die hebben nooit echt in de privé gestaan. Maar bon, dus onze mutualiteiten is dus een probleem. En al die jobs, je zou je afvragen, we leven ondertussen in 2022. Hè, dus altijd over technologie, digitalisering, we worden er ook mee geconfronteerd. Hè, dus als tandarts moet nu alles digitaal gaan. En we moeten het IA-test is er nu. Dus vroeger kreeg je nog je briefje mee van bij de tandarts, je moest er een kleverje op plakken en je deed dat binnen. Dat is nu allemaal digitaal gegaan, alleen moeten we wel het bewijs afprinten. Dat is verplicht. Waarom? Het probleem is, je mocht dat niet mailen via de gewone mail, want dat is niet in orde met de GDPR. Want daar staan medische gegevens op. Precies of ooit een hacker gaat zijn eigen interesseren van, die heeft een vulling gehad met die tand, maar goed. Ik denk niet dat dat een probleem is, maar ja, we moeten het nog afprinten. Bij het voorschrift is gelukkig sinds dit jaar ook veranderd. Hè. Tot vorig jaar was het ook nog, het voorschrift werd digitaal gemaakt, maar je moest het bewijs van het voorschrift afprinten. Nu wordt dat ondertussen al gekoppeld aan de ID. Dus dat is al een enorme vooruitgang. Maar goed, je hebt dus 1,2 miljard om te functioneren. Ik denk, als we eender welk commercieel softwarebedrijf 120 miljoen, dus 10% per jaar gaan geven, dat die perfect software kunnen ontwikkelen die geld van de overheid, want wat er gebeurt er eigenlijk, de overheid geeft geld, dat moet bij de patiënt terechtkomen en die mutualiteit is gewoon de middleman. Die zit daartussen. Dus het enige wat die doen is het geld van de overheid, zorgen dat het bij de patiënt komt, dat dat geregistreerd wordt. Als je natuurlijk een softwarebedrijf 120 miljoen per jaar zou geven, ik denk dat dat geen probleem is, dat je een commerciële partner vindt die geweldige software gaat schrijven, die al die jobs overbodig maakt. Maar ja, goed, dan hebben we een probleem, want dan hebben die mensen geen werk. En aangezien dat die allemaal van een partij zijn, ja, dat is dus een issue. Nu goed, onze overheid heeft ook andere dingen gesloten. Ik ben denk ik het tweede jaar, dus ik heb mijn toelatingsexamen, als ik het goed voor heb, in 2000 gedaan. Ik denk dat dat het tweede jaar was dat toelatingsexamen kwam. En dus we horen dat nu al altijd, elk jaar grote dingen in het nieuws. Het toelatingsexamen, arts en tandarts, ondertussen is dat gesplitst. En ja, allerhande jongeren die zich daarop voorbereiden. Nu, waarom is dat toelatingsexamen in het leven geroepen? We hadden dus een groot overaanbod van tandarts. In de jaren 70 en jaren 80 zijn er enorm veel tandartsen uitgekomen.
Er was een overaanbod, er waren er gewoon veel te veel en onze overheid heeft toen gezegd, kijk, we gaan dat limiteren en we gaan een toelatingsexamen invoeren in Vlaanderen. En goed, het toelatingsexamen is gekomen en sinds dat het toelatingsexamen gekomen is, zie je inderdaad dat die instroom enorm beperkt is. Klopt ook, dus vroeger schreven er misschien 400 of 500 mensen zich in het eerste jaar geneeskunde of tandheelkunde, misschien ook 200 of 300. En dan zag je gewoon na het eerste jaar dat er een slaagpercentage was van ongeveer 20-25%. Toelatingsexamen is ingevoerd en het slaagpercentage is een keer naar 80-90 gegaan. Dus op zich, het marcheert wel. De schifting gebeurt voor een leer dat ze starten, anders gebeuren ze wel na het eerste jaar. Maar er scholen er toch altijd meer over en er zijn inderdaad veel collega's, potentiële collega's, die uit de bomen vallen. En dus, ik ken misschien allemaal in jullie omgeving wel iemand, zijn zoon of dochter, die meedoet, niet geslaagd is, de tweede keer meedoet, niet geslaagd, dan een jaar biomedisch gaan doen, zodat je dat een beetje kunt recupereren, wat vrijstelling krijgt en dan opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dus maar het doel was om de instroom eigenlijk gewoon te gaan beperken. Dat is dan gelukt. En wat heeft dan de overheid wat is de overheid vergeten? Wat hebben ze nagelaten? Lange termijnvisie. We weten allemaal dat de Belgische overheid queen goed is in lange termijnvisie. Dus als je de leeftijdspyramide, dat was het enige wat ze misschien hadden moeten zien, van hoe zit onze leeftijdspyramide in elkaar? Want we gaan in één keer maar 80 of 100 en nu is dat 120 mensen een beroep toelaten. Maar hoe zit onze leeftijdspyramide in elkaar? Nu zien we het probleem. Dus al die mensen die nu 55 plus zijn, dat is 3000 man bij wijze van spreken in heel België, die gaan allemaal op pensioen gaan. En we compenseren dat met die 100 die we telkens toelaten. Dus er is niet nagedacht over wat zijn de gevolgen over 20 jaar. Dus hoe kunnen we dat oplossen? Ja, we kunnen wel zeggen van kijk, we gaan het toelatingsexamen afschaffen of we gaan dat versoepelen of we laten veel meer mensen toe. Er zijn een paar problemen die we dan hebben. 1. Die moeten eerst nog heel die opleiding afwerken. Dus dat duurt 5-6 jaar eer dat die op de arbeidsmarkt komen. Dus dat is geen onmiddellijke oplossing die we kunnen bieden. De infrastructuur. Vroeger kon je tandheelkunde in Vlaanderen studeren, in Gent en Leuven. Antwerpen kon je de kandidaturen doen, Diepenbeek kon je dat doen en je had ook nog de VUB. Ondertussen schiet daar enkel Gent en Leuven nog van over. Antwerpen, Diepenbeek, dat is gestopt. Infrastructuur is ook weg. VUB is ook moeten stoppen, die hadden gewoon geen studenten meer. Ik denk de laatste jaren hadden die nog 2 of 3 studenten tandheelkunde. Dus om nu in één keer te gaan zeggen van kijk, we gaan er meer toelaten, we hebben ook niet de infrastructuur. En het geld waarschijnlijk al helemaal niet. Dus dat is een groot probleem dat we hebben. Maar er gaat waarschijnlijk niks anders op zitten dan initieel dat overbruggen met importeren van buitenlandse tandartsen. En begrijp me niet verkeerd, er is helemaal niks mis mee. Ik heb zelf ook een Grieks collega in dienst gehad tot vorig jaar. Het is niet dat ik hem ontslagen heb, hij is papa geworden, hij woont in Gent, in Gent-Hasselt. Het is nogal een verre afstand. Maar daar gaat niks anders op zitten. En ook onze Belgische patiënt gaat dat moeten aanvaarden van kijk, wij gaan behandeld worden door buitenlandse collega's die momenteel in België de taal niet hoeven te spreken. Dat is niet wettelijk vastgelegd. In Nederland moeten ze Nederlands kunnen tot een bepaald niveau. In België is het voldoende één van de landstalen te beheersen en het is niet echt verplicht. Dus misschien moeten we daar eens aan werken, maar ondertussen heb ik ook al gehoord, want we krijgen op de beroepsvereniging nogal verschillende dingen te horen, dat er rechtszaken worden aangespannen. Dus dat eigenlijk niet afdwingbaar is, dat jij als land gaat zeggen, jij moet onze landstaal kunnen. Dus dat kan wel een probleem zijn voor onze patiënten. Maar we gaan natuurlijk naar de toekomst toch een betere planning moeten doen. En ik denk dat die planning vooral moet gedaan worden op het aantal tandarts dat er is. En vooral gebaseerd op enerzijds de leeftijdspyramide en anderzijds ook de voltijdsequivalenten die gedaan worden. Nu, als we dan terug even naar die voltijdsequivalenten gaan, dan, dat was de slide die ik al getoond had, dan zag je, oké, dat gaat momenteel nog omhoog. Hoe komt dat? Want dat is ook altijd een van de dingen, een knelpunt volgens velen, de vervrouwelijking van het beroep. Het is een drama, want al die vrouwen werken maar part-time en dit en dat en die moeten voor de kinderen zorgen, want we zijn nog altijd in het oude rolpatroon. Klopt eigenlijk niet helemaal. Als we hier gaan zien, wat zijn de voltijdse equivalenten? Hoeveel werken de mannen, hoeveel werken de vrouwen? Dus van de tandartsen die effectief actief zijn in de praktijk, dat is de rechterkolom, zie je dat de gemiddelde mannelijke tandarts 1,15 voltijdsequivalenten doet. En zeg maar zeker dat het grootste deel dat
ervoor zorgt dat dat boven de 1 komt, dat dat nog niet al bende is van boven 55 jaar. Want die blijven nog altijd op hun zaterdag werken, die blijven nog altijd die uren kloppen, want die zijn dat zo gewend dat je om 9 uur, om 10 uur nog terecht kunt. Maar de vrouwen zitten op 0,98. Dus dat is eigenlijk 1 voltijds equivalent. Dus uiteindelijk werken die niet parttime. Dat klopt helemaal niet. Je ziet het inderdaad in je omgeving misschien wel eens dat er tandartsen zijn die zo 3 of 4 dagen werken. Maar mijn collega bijvoorbeeld bij mij in de praktijk, Matthias, die werkt ook 4 dagen. Die draait wel 38 uur op die 4 dagen. Dus we gaan zo moeten zien naar de uren die er gewerkt worden. Niet zozeer naar het aantal dagen. En dan zien we gewoon dat eigenlijk man, vrouw, het doet er niet toe, dat er toch vrij veel uren geklopt worden. We hebben geen 9-to-5 job. Bij de orthodonten, hoe zit het daar? Daar is het verschil iets groter. Die mannelijke orthodonten die gaan er nogal tegen. 1,5 bijna. Dus, die werken heel stevig. Maar de vrouwen zitten daar ook in Vlaanderen. 1,14. Meer dan voltijds. Dat is ook logisch. Die orthodonten verzuipen momenteel in het werk. Wachtlijst voor de orthodont. Mijn assistent heeft orthodontische therapie nodig. Dan gaan we zelfs wel op de foto zien wie dat is. Maar goed, haar tanden zijn oké, maar ik ben ondertussen een opleiding reconstructieve tandheelkunde bezig en dan worden ze toch beïnvloed en het moet allemaal naar perfectie gaan. Bij mij zijn ze ook afgeslepen, krijgen jullie ook mijn eerste aligner, dus van die doorzichtige beugeltjes. Maar die orthodont verzuimt het werk, want zij belde voor een afspraak en ze was nummer 542 op de wachtlijst. 542 op de wachtlijst, ook nu als ze met kinderen bellen. Eigenlijk moet je als een kind op zijn 14 een beugel moet krijgen en bij de orthodont moet zijn, want je moet dat voor een 15e aanvragen om terugbetaling te krijgen. Moet je al op je 12 jaar bij dat kind moeten zeker zijn, want hij zal het wel nodig hebben. Maak wel een afspraak voor over 2 jaar om bij de orthodont terecht te kunnen. Die verzuipen dus in het werk. Parodontologen, tandvleesspecialisten, net hetzelfde. Ook daar. Mannen iets meer dan een voltijds equivalent, vrouwen iets minder, maar uiteindelijk, er is geen onderverdeling hier op basis van leeftijdscategorie. Ik denk, als we gaan kijken naar leeftijdscategorie, dat die oudere tandartsen inderdaad nog iets meer werken dan de jongeren. Maar ook de jongeren, die worden wel eens verweten van, ja, jullie denken alleen maar aan jullie work-life balance. Ja, terecht natuurlijk. Maar ook daar, wij werken allemaal gemiddeld gezien meer dan 1 voltijds equivalent. Nu goed, hoe werken tandartsen? Dit zijn een paar ketens, want dat hoort je tegenwoordig natuurlijk ook. Dus vroeger was het heel simpel. Je had de tandarts, solo praktijk, die zat daar op zijn eentje, een beetje te koteren in die mond. Gingen ze wat investeren, op donderdag namiddag werkte niet, want dan moest hij naar een bijscholing gaan. Maar dat was het. En van heel je leven lang had je eigenlijk altijd dezelfde tandarts. En het was te hopen dat hij natuurlijk mee evolueerde met de moderne tandheelkunde. Dan zijn er natuurlijk groepspraktijken ontstaan. En groepspraktijken is eigenlijk gewoon simpelweg praktijk, meerdere tandartsen. Meestal is er 1 of 2 eigenaars. En zij nemen dan tandartsen in dienst. En gaan er eigenlijk voor zorgen dat ze meer patiënten kunnen helpen. En natuurlijk worden de kosten dan door meer gedeeld, zodat je kunt investeren in beter materiaal. Dat is de theorie. De ketens is nog een stapje verder. De ketens zijn eigenlijk commerciële groepen. Dus waar de solo tandarts en de groepspraktijk in handen is van een tandarts, gaan die ketens vooral bestaan uit investeringsgroepen. En vooral de laatste jaren zien we dat ook opkomen in België. Dus in het buitenland is dat al de normaalste zaak van de wereld. In het Engels noemen ze dat die corporate dentistry. En dat heeft goede kanten en heeft minder goede kanten. En heeft vooral een hele slechte naam, zeker bij collega's. Nu, zo'n keten, dat is dus meestal een investeringsgroep. Geen tandartsen, die interesseren zich vooral in de cijfers. En die gaan eigenlijk tandartspraktijken opkomen. Bij voorkeur groepspraktijken, die er al staan, omdat een groepspraktijk nu eenmaal efficiënter is dan een solopraktijk. Zij kopen dat op, zij harmoniseren dat gewoon met hun huisstijl. Dus al die logo's worden hetzelfde, de vestjes worden hetzelfde, de indeling van die praktijken wordt aangepast, zodat die allemaal min of meer hetzelfde worden. En eigenlijk gaan die gewoon een uniforme stijl creëren. En de bedoeling is natuurlijk om alles efficiënt te laten lopen, om zo meer winst te kunnen maken voor de aandeelhouders. Want daar draait het uiteindelijk om. De aandeelhouders willen geld zien en die willen cashen. Dan kom je direct bij het probleem natuurlijk. Wordt die tandheelkunde daar uitgevoerd in het belang van de patiënt of in het belang van de aandeelhouder? Ik heb verschillende stijlen, ik ga geen namen noemen hier. Je hebt
groepen die eigenlijk nog een redelijk grote vorm van autonomie toelaten aan de praktijken die tot die groep horen. Dus waar dat er eigenlijk een eigenaar is van die praktijk. Dat is meestal de oorspronkelijke eigenaar die dan een aantal aandelen verkocht heeft vanuit zijn vennootschap. Meestal is dat 50% van de aandelen. En dan moeten ze nog 3 of 4 jaar blijven werken en de omzet garanderen. En dan koopt die groep die andere 50% over aan een vastgestelde prijs. Tandartsen, zoals gezegd, die interesseren zich niet in investeringen. Als ik hoor wat er daar geboden wordt, ja, dat is zeer goed voor die ketens. En dus als je meerwaarde nog creëert in die 4 jaar, pech, dat ligt vast. En overnames worden daar soms gedaan aan 3x de EBITDA. Wat heel weinig is voor een bedrijf over te nemen natuurlijk. Maar goed, dus die eigenaar die blijft daar nog werken en die hebben nog een vorm van autonomie. Ze gaan natuurlijk wel zelf bij de groep hun materiaal moeten aankopen. Het voordeel is dat die groep, omdat die zoveel praktijken hebben, een enorm voordeel krijgen bij de leveranciers. En dus daardoor kunnen ze eigenlijk de prijs drukken en gaat het voor hun interessanter zijn. Nadeel is natuurlijk dat er dus soms een overtreatment wordt gedaan. Er gaan behandelingen uitgevoerd worden om toch maar geld in het laadje te brengen. Zijn de cijfers niet goed, een beetje bijduwen en hop, dan zijn de cijfers wel in orde. Ook een klacht die we veel horen van patiënten is, ik kom altijd bij een andere tandarts terecht. En die tandarts sprak geen Nederlands. En ik wist niet wat er ging gebeuren. Dus daar zit wel een probleem. Nu voor de tandartsen zelf, hè, dus heb ik daar even een screenshot genomen van een artikel. Dus een artikel in een wetenschappelijk vakblad van ons. En die kwam tot de vaststelling dat dentists working in large group practices reported having less satisfaction with work hours, scheduling and overall work-life balance. En dat klopt ook. Ze verkopen dan natuurlijk een grote groepspraktijk of een keten van ja, bij ons is het werken 9-to-5, enkel tandheelkunde en je hebt geen zorgen. Tot als puntje bij paaltje komt en is van ja, die is er dan niet, jij moet op die moment invallen en dan moet je dat doen. Je hebt geen keuze soms op welke vorm van behandeling dat je wilt doen. Dat zijn allemaal valkuilen. Ik wil niet zeggen dat ze allemaal zo zijn, want er zijn zeker ketens die wel het belang van de patiënt voorop hebben. Met dan natuurlijk ook nog wat winst maken, want dat hoort erbij. Maar er zijn andere ketens die anders werken. Een groot voorbeeld hiervan in Spanje, ik denk dat iDental noemde of zo, was een grote keten van praktijken die zijn failliet gegaan en in één keer stonden er bijna 1 miljoen Spanjaarden op straat trekken. Plan, je hebt geen tandarts meer, pech. Dus nu, hoe dat die failliet gaan, is mij een raadsel. Natuurlijk, België is Spanje, niet in Spanje heb je veel meer tandartsen, daarom komen ze ook naar hier. Het werk is daar, bij veel minder werk, veel minder inkomen. En in België om failliet te gaan als tandarts, dan moet je serieus iets verkeerd doen. Maar ik wil maar zeggen, op zich, work-life balance hangt niet zozeer altijd af van oh, ik werk in een solopraktijk of in een groepspraktijk of in een keten, en een keten gaat beter zijn dan een groepspraktijk. Als solo-tandarts is het grootste voordeel dat je alles natuurlijk zelf bepaalt. Maar goed, dat is mijn assistente, Gultjan. Dat is de volgende stap. Hè. Dus we hebben het even over die samenwerkingsverbanden gehad. Daar zou ik een uur over kunnen praten. Maar een andere vraag dat Wim ook had gesteld was, hoe zit het met assistenten en mondhygiënisten? Moeilijk in België. En dit gaat eigenlijk aantonen hoe een apenland dat wij inderdaad zijn. Dus dit is Gultjan. Gultjan werkt bij mij sinds 2014. Ze is ondertussen eigenlijk niet meer mijn assistente, maar eerder een praktijkcoördinator geworden. Ik heb een zeer chaotisch brein. Ik ben organisatorisch niet aangelegd. Ik heb nul talent voor dat. Die hangt continu post-itjes op mijn kaart van doe dit, doe dat, doe dat. Ik negeer dat dan tot als ze kwaad wordt en dan mag ik dat brengen. Maar goed, Gultjan is eigenlijk... Ja, mijn vrouw zonder in een relatie te zitten. En die alles voor mij regelt dat ik daar niet mee bezig moet houden. Maar ik heb haar en ik heb nog 2 andere assistenten. Dat is een uitzondering, want we werken met 2 tandartsen, dus we hebben 3 assistenten eigenlijk voor 2 tandartsen. Een uitzondering in Vlaanderen. Ik ga je een voorbeeld laten zien. Dit is mijn tandarts. Dus ik ga niet in Vlaanderen naar de tandarts. Ik wou bij de beste te gaan van Benelux voor reconstructieve tandheelkunde. Even reclame maken, Sjoerd Smeekens is dat in Nederland. Dus ik wou mijn tanden in orde laten zetten door hem. Dus ik rij elke 6 weken vanaf nu naar Nijmegen om eraan te laten werken. Nu Hasselt, Nijmegen is 1,5 uur, dus dat valt best mee. Maar wat zagen we op zijn website? Dit is een Nederlandse website en dat geldt voor alle Nederlandse websites. We zien eigenlijk 4 tandartsen. Want die
hier in het midden van onder, dat is de tandtechnicus. En dat is een student tandheelkunde. Geen stagiair, dus echt een student in Nederland die geïnteresseerd is om mee te lopen. En je weet van, ja, die praktijk is een toppraktijk, dus die volgt gewoon mee. Die mag nog niet echt iets doen, maar die gaat meevolgen. Dus we hebben eigenlijk 4 tandartsen in die praktijk. En laten we zeggen dat we de tandtechnicus al tot het assisterend personeel rekenen. Dit zijn zijn assistenten. En dan zien we in één keer 12 namen staan. En 10 foto's, van onder zie je nog 2 extra namen staan, die hebben nog geen foto erop staan. Maar dat wil dus zeggen dat die IBAN eigenlijk 13 man assisterend personeel heeft voor 4 tandartsen. En in Nederland is dat heel normaal. Ik ga u, als tandarts zelf was dat heel interessant om als patiënt in een Nederlandse praktijk terecht te komen. Gemiddeld gezien, als wij als Belgische patiënt voor onze check-up en onze reiniging gaan, kwartier binnen en buiten, als het in orde, als er al foto's getrokken worden, ja. Het is allemaal goed. Beetje krabben, tandsteen weg, cashen, bam. Dat is Vlaanderen, maar zo is het. Ik denk dat jullie dat allemaal wel ervaren. Wie heeft er hier al een uur binnen gezeten voor een reiniging? Ik denk weinig. Ik ben daar toegekomen, mijn eerste afspraak moest een vulling gedaan worden. Er werden wat scans genomen. Lisanne, dus links van boven, ik kom binnen, die zet mij in de stoel. En Lisanne, de preventieassistente, dus is geen mondhygiëniste. In Nederland een preventieassistent is letterlijk eigenlijk een sensei-opleiding. Hè? Dus een extra jaar na technisch. Eigenlijk is dat gewoon een cursus daar volgen. In Nederland is de regel simpel, bekwaam is bevoegd. De tandarts is gewoon verantwoordelijk. Dus als ze het verknallen, hebben het zitten als tandarts, maar je zorgt er wel voor dat ze het kunnen. Lisanne is 50 minuten bezig geweest om mijn mond te reinigen. Ik dacht als tandarts, ik poets mijn tanden toch minstens 2 keer per dag. Ik flos regelmatig, kreeg toch onder mijn voeten. Veel tegen. Ik had een beetje tandsteen daar, maar voor de rest dacht ik dat het best oké was. Maar blijkbaar ja, kon het toch beter. Dus goed, 50 minuten daarmee bezig geweest. Dan heeft Lisanne bij mij de digitale scan genomen, afdrukken die gemaakt worden voor die aligners. Dat deed zij ook allemaal. Dan, omdat die vulling moest gelegd worden, die vulling in Nederland, dat wordt standaard onder rubberdam gelegd. Dan heb je misschien al eens gehad, zo'n rubberen vel, als je een ontzenuwing hebt. Als je dat nog niet hebt gehad, als je een ontzenuwing hebt gehad, was een slechte tandarts. Gewoon maken dat je wegzet. Maar goed, als dat nog niet, nee, dus die rubberdam wordt erover gezet, ze heeft mij ook verdoofd. Eerst wou ze natuurlijk zonder verdoving werken, want dat is typisch in Nederland. In Nederland betaalt je extra als je verdoofd moet worden. Mm. Dus die Nederlanders die proberen dat allemaal zonder verdoving, want dan sparen ze weer 15 euro uit. Ja, dat is geen zever. Hè. In Nederland heb je dus letterlijk voor verdoving een aparte nummer. En er zijn veel Nederlanders die zeggen, kijk, ik hoef het niet, doe het maar zo. Dus die vinden dat heel normaal. Ik merk ook als ik Nederlandse patiënten heb, die zeggen, oh, verdoven, moet dat? Ja. Ik zou dat wel doen voor een ontzenuwing, ja, maar... maar voor een vulling, het hoefde niet echt, maar ik had het toch liever. Dan zei ze, oh, die Vlaming daar, hij heeft toch een beetje schrik, hè. Ja. Goed, maar ze heeft mij verdoofd. En dan, in één keer, we zijn anderhalf uur bezig, dan komt Sjoerd binnen. En het enige wat Sjoerd gedaan heeft, die boort mijn vulling uit, die legt een nieuwe vulling, doet de basisafwerking, zal ik zeggen, rubberdam gaat eraf en zegt tegen Lisanne, ja, polijst jij nog maar wat na en zorg dat het in orde is. En dan heb ik nog foto's nodig, want ik moet hier nog een beetje bijslijpen. Dus ik heb foto's nodig, een overzichtsfoto, neem dat ook allemaal aan. Dus zij polijst dat, werkt heel die vulling af, gaat met mij naar het radiologielokaal, neemt daar een scan, neemt klein fotootjes dat allemaal in orde is. Sjoerd komt terug binnen, ziet, ah oké, zo ziet die wortel eruit. Die slijpt dat nog allemaal wat bij. En dan moest de digitale afdruk nog wat bijgewerkt worden, omdat het ondertussen een nieuwe vulling was. Hè. Dus gaat zij dan nog lokaal wat bijwerken. En dan heeft Sjoerd gewoon nog binnengekomen, is hij nog binnengekomen en heeft gezegd, kijk, wat hebben we nodig? Ik wil dat, die positie van die tanden moet zo, zo en zo en zo en zo. Zij tipt dat ondertussen allemaal uit, die is zo opgeleid, die weet dat even goed als de tandarts. En die bon wordt doorgestuurd naar een firma die die aligners maakt, dat wordt tegenwoordig allemaal 3D geprint. Sjoerd, als tandarts is hopen al half uur, 3 kwartier met mij bezig geweest op een afspraak van 2,5 uur. Dat kan daar allemaal. Dat is super interessant om als tandarts dat is eigenlijk mee te maken. Nu goed, Vlaanderen is Nederland niet. Ik heb een praktijk genomen bij ons in Hasselt. Molaar noemt die praktijk. Het is een praktijk die al van in het begin met mij samenwerkt. Ik weet dat dat fatsoenlijke kwaliteit wordt afgeleverd. Ik heb er absoluut niks slecht over te zeggen. Het zijn allemaal toptandartsen die daar zitten. Maar 4 tandartsen, dus hetzelfde aantal tandartsen dan de Nederlandse collega's. En dit zijn hun assistenten, dus 2. En ik weet niet eens of ze fulltime werken. Dus dat is bij ons een enorme verschil. Wij hebben een groot tekort aan assisterend personeel.
En het brengt ook al standaards niet op om assisterend personeel in dienst te nemen, want die mogen niks. Een assistente bij ons mag letterlijk gewoon afzuigen en opruimen en klaarzetten. Dat mogen ze doen. Dat is alles wat ze mogen doen. Die mogen geen foto's nemen. Belachelijk. Iedereen kan de patiënt in dat toestel zetten, op het knopje duwen en de tandarts zal wel kijken en diagnosticeren wat het probleem is, maar nee, die mogen daar niet op het knopje duwen. Reiniging, dat mag niet. Zo laten tatoeëerders wel tongpiercing steken, dat is allemaal oké, dat kan allemaal. Je kunt je binnenkant van je lip laten tatoeëren, maar oh, weer een beetje tandsteen wegkrabben, dat is niet toegelaten. Dat mag allemaal niet. Nee, daarvoor hebben we in België de mondhygiënisten in het leven geroepen. Dus we doen die mannen en vrouwen die dat gaan volgen, het volgende aan, laten een bachelor studeren. 3 jaar studeren en wat mogen die eigenlijk doen? Hetgeen wat die preventieassistenten in Nederland doen. Die mogen een beetje krabben, dat tandsteen wat verwijderen. Ze mogen instructies geven aan de patiënt. Dat was er toch niet, dus wat boeit het eigenlijk. En dat is het. Die mogen niet verdoven of zo, niks. Ik denk dat ze wel een foto mogen nemen. Dat mogen ze wel doen. Dus, maar goed, eigenlijk laten wij onze mondhygiënisten gewoon doen wat in Nederland een preventieassistent noemt. Wat is dan het verschil met de Nederlandse mondhygiënisten? Nederlandse mondhygiënisten die mogen zich ook zelfstandig vestigen. En je hebt dat daar ook. Mondhygiënistenpraktijken. Als alles in orde is als patiënt en je hebt eigenlijk gewoon jaarlijks een check-up nodig, je poetst goed, je eet gezond, er is eigenlijk nooit veel aan de hand. Er moet enkel wat gereinigd worden. In Nederland zeggen ze, dan hoef je niet bij de tandarts te komen. Dan gaan we naar de mondhygiëniste. En de mondhygiëniste trekt daar dan ook wel eens een fotootje. En als zij een probleem ziet, dan zal ze wel doorsturen naar de tandarts. Is geen probleem in Nederland. In België mag dat allemaal niet. En dus de mondhygiëniste gaat altijd onder de tandarts moeten werken en verantwoording afleggen. Momenteel ook nog een groter drama. Ik weet niet of jullie daarvan op de hoogte zijn. De mondhygiëniste dat is dus in het leven geroepen een paar jaar geleden. Die eerste zijn afgestudeerd, ze hebben één detail vergeten, onze regering, budget. Er is geen. Nul. Letterlijk nul. Dus momenteel, als je het volgens de letter van de wet zou doen, is een reiniging bij de mondhygiëniste duurder dan bij de tandarts, want er is eigenlijk geen terugbetaling. Ze laten natuurlijk weer op zijn Belgisch een gedoogbeleid toe, waarbij dat de prestaties van de mondhygiënisten op de boekjes van de tandarts mogen geschreven worden. En zo kan er toch terugbetaling zijn, maar eigenlijk is dat niet wettelijk. En als tandarts hebben wij in België ook, om de grote fraudeurs aan te pakken, hebben ze iets in het leven geroepen, en dat noemt men de P-waarde. Dus elke behandeling krijgt een P-waarde, dat is een punt, zal ik zeggen. En je mag maar zoveel punten halen per maand, en per kwartaal en per jaar. Gaat je daarover, dan mag je eens voor de provinciale geneeskundige commissie komen, eventueel voor de rechtbank, want ja, dat kan niet dat je zoveel werkt en ja, dan moet je een boete betalen. Dus je moet al terugbetalen wat er erover zit en dan minstal maal 3 of zo van dat bedrag moet je ook nog eens terugbetalen. Dus natuurlijk als je een mondhygiëniste in dienst gaat werken en die begint ook op je boekjes te schrijven, kom je daar weer in de problemen. Hebben ze ook niet aangedacht, maar ja, nu gaan ze een nummer geven, een RISIF-nummer, en dan gaat het wel opgesplitst worden. Dus wat eigenlijk vooral dat je een beroepsgroep in het leven roept, moet je misschien eens een keer gaan budgetteren wat dat kost en of dat je dat inderdaad kunt hebben. Goed. Ander knelpunt dat we hebben, dat is de patiënt. Ja, de Vlaamse patiënt is niet echt dental-minded. Dus we hebben hier het aantal consultaties per persoon per jaar in alle settings. Nu, je ziet, België loopt daar eigenlijk in het midden. Het belangrijkste wat we zien is die blauwe bol en dat loopt helemaal terug. Dus in 2008 hadden we meer patiënten die regelmatig naar de tandarts gingen dan in 2019. Er is een enorme terugval. Natuurlijk, de media is direct de prijs. Het is veel te duur, tandartsen geldwolven. Oh, de patiënt kan het meer betalen. Dat is een beetje anders natuurlijk. Er is een onderzoek in gebeurd. En wat zien we eigenlijk dan? En dus dat de cijfers, dat is eigenlijk ook heel belangrijk. Minstens 3 geattesteerde prestaties met uitzondering van dringende raadpleging gedurende 5 jaar. Dus wacht, urgenties, iemand met heel veel pijn die op de wachtdienst komt, de wachtdienst hebben ze eruit gelaten. Nu, mensen die met heel veel pijn tijdens de week door een tandarts worden opgevangen en dus ook alleen maar komen als ze pijn hebben, zitten er wel bij. Maar dat wil zeggen, 3 bezoeken in 5 jaar, dat wordt in België beschouwd als regelmatig.
Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Ik heb altijd geleerd vroeger, je moet toch één keer om de 6 maanden gaan, dat is het ideaal. In België is dat dan 1 keer om het jaar geworden, omdat dat dan pas wordt terugbetaald 1 keer per jaar. Dus dat heeft niks te maken met de wetenschappelijke onderbouw, dat is gewoon budgetair. En wat zie je als oorzaak van die mensen die niet gaan? 44% van die mensen, die heeft geen reden. Zeg je, ik kan er eigenlijk niks op zeggen. En een kwart verklaarde eigenlijk geen pijn, dus waarom zou ik gaan? Het probleem is natuurlijk, dat is gelijk een auto. Een auto moet ook af en toe op onderhoud doen, want anders gaat dat problemen geven. Je gebit is net hetzelfde. Als je niet op controle gaat, niet preventief eigenlijk alles laat nachecken, op den duur komt in de miserie. Angst, 18%. En uiteindelijk, van de mensen die niet gaan, 16% is daar inderdaad de financiële drempel. Dus dat is eigenlijk betrekkelijk weinig. Nochtans, als je het in de media ziet, is dat de hoofdreden. En dan afhankelijk van welke partij dat je het programma ziet, is dat inderdaad ook de hoofdreden. Hè. Dus des te roder dat ze gaan, des te groter is geld het probleem. Nu, dat wil dus eigenlijk zeggen, blijkbaar, geld is niet zo'n probleem. Nochtans, als we deze grafiek zien, zien we eigenlijk een verschil tussen mensen met een hoog inkomen, de middenklasse en laag inkomen. Hè. Die oranje bolletjes, dat zijn de laag inkomens, de donkerblauw het hoog inkomen en dan de middenklasse. En dan zien we dat België toch niet zo geweldig scoort. Dus van de hogere klasse heeft niemand een probleem om naar de tandarts te gaan en geld houdt niks tegen. De middenklas, ja, de Esten, de Cyprioten, de Roemenen en zo doen nog erger. Maar vooral, ik vergelijk altijd met onze noorderburen, Nederland staat hier helemaal van onder. Daar is allemaal geen probleem. Nochtans, ik denk niet dat de gemiddelde Nederlander zoveel meer verdient dan de gemiddelde Belg. Maar wij zitten stilletjes aan in een systeem van tandheelkunde in 2 snelheden. Dan komen we eigenlijk bij mijn laatste deeltje en dat is die conventie. Ik weet niet wie onder jullie de conventie weet wat dat is. Ik ga dat even kort uitleggen. Dus conventie is niet meer of niet minder dan prijsafspraken. En dus je mag geen prijsafspraken maken als je in een bedrijf zit. Dat zijn de regels van de overheid, maar die gelden nooit voor zichzelf. Als het op gezondheidszorg aankomt, zijn er prijsafspraken. Dat is de conventie. Gelukkig kunnen we ook nog deconventioneren. Dan kun je als tandarts of arts zeggen, voert, ik volg die prijs niet, ik vraag wat ik wil en dan krijg je geen bonus van 3000 euro. Goed, waarom is dat van belang? Omdat eigenlijk hier naar boven gaat komen dat onze overheid gewoon ontlegen is. Puur aan het frauderen. Terug even deze slide. 10.500 tandartsen zijn er volgens het RISIF. En hetzelfde RISIF heeft ook een rapport en die zeggen, ah ja, 7.300 of 7.500, boeit niet. Die zijn actief. Dus er is een 50 cijfers. Ze weten dat goed genoeg. En als het op het budget aankomt, dan gebruiken ze 7300 tandartsen. En komt het op de toegankelijkheid van de zorg aan en dat dat in de media moet komen, en dan gaan we zeggen, er zijn er 10.500. Op die lijst van die 10.500 staan gepensioneerden, staan de buitenlandse collega's die ondertussen al terug naar het buitenland zijn, die staan er ook nog allemaal op. Want wat is het in België? Als je je RISIF-nummer niet actief terug afgeeft, dan blijf je bestaan en ben je geconventioneerd. Als je overlijden nog niet geregistreerd is, of ze lopen soms wat achter, we hebben daar collega's gehad die al 2 jaar dood waren, die stonden ook nog als geconventioneerde tandarts, dus dan kunt u nog heen gaan voor geconventioneerde tandheelkunde. Dus het is naast de kerk, de derde zerk van links. Maar goed. Wat zien we dan eigenlijk bij de tandartsen? De tandartsen, dus dat is deze kant. Geen conventie bij tandartsen die minstens 500 prestaties doen. 50% zegt eigenlijk, voert, wij doen niet mee meer met die tarieven van de overheid. Die zijn veel te laag, wij kunnen geen kwaliteit aanbieden. Partiële conventie, dat is weer zo'n typisch Belgische oplossing. Bepaalde uren zijn geconventioneerd, bepaalde uren zijn gedeconventioneerd. Je krijgt wel die bonus, maar je moet dan wel minstens 32 uur geconventioneerd werken. Daar wordt nou al tegen geschommeld. Maak je geen illusies. Volledige conventie van de actieve tandartsen, 26. Om eigenlijk effectief toegankelijke zorg te hebben, zouden we in België 50-60% geconventioneerde tandartsen moeten hebben. En we zitten eigenlijk dus op 26. Dus die toegankelijkheid en die tariefzekerheid is er al lang niet meer. Nu, als we gaan zien bij de tandartsen zelf, wat zien we daar? De orthodontisten en de parodontologen, onze specialisten. Ja, je hebt denk ik nog een paar orthodontisten die zo op een ziekenhuis werken of voor de mutualiteit die nog geconventioneerd zijn. Maar eigenlijk zijn alle orthodontisten gedeconventioneerd.
Daar is geen tariefzekerheid. Het is ook onmogelijk om fatsoenlijke orthodontie te doen aan de tarieven die de overheid voorziet. En dus de conventie is in de jaren 70 eigenlijk in het leven geroepen met de bedoeling voor tariefzekerheid te bieden, maar is eigenlijk nooit mee geëvolueerd met alle nieuwe technieken, alle nieuwe materialen, nieuwe settings, totaal niet aangepast. De indexatie is al 15 keer zo half zijn gat doorgevoerd. Dit jaar hebben de tandarts een indexatie gekregen van 0,79%. Ja, geweldig. Komen er dus niet mee. En dan verschiet men daar in Brussel van door te conventioneren meer en meer tandartsen. Ja, niet moeilijk. Maar goed, in België, een andere ding dat we hier zien, dan zien we de kaart. En dan zie je natuurlijk dat de grootste regio waar je deconventioneerd zit, dat is de hele rode, dat is provincie Antwerpen. Momenteel in het laatste akkoord, provincie Antwerpen is volledig gedeconventioneerd. Volledig. Daar is de meerderheid gedeconventioneerd, daar is dat niet gehaald. Officieel is daar dan ook geen akkoord en mag daar ook geen premie uit betaald worden. Dat wordt al, de laatste drie onderhandelingen wordt er gewoon gezwegen. Het is wettelijk allemaal niet in orde, wordt gewoon gezwegen. Er wordt niks aan gedaan. In de Luxemburg zien we daar ook wat regio's die wat meer gedeconventioneerd hebben. Nu is dat momenteel in de laatste, is dat ook bij Aarle gekomen. Dat is gewoon tegen Luxemburg aan. Er is een reden waarom dat je dan natuurlijk gedeconventioneerd werkt. Daar zit het geld. Maar goed, nog een ander iets waarover dat ik het wil hebben. Dus bij die deconventionering, hè, dus vroeger zagen we ook dat vooral ja, oudere tandartsen toch geconventioneerd waren. En nu is dat ook nog altijd het geval. En deze grafiek toont eigenlijk aan, hè, dus de terugbetaalde bedragen binnen het RISIF voor de algemene tandartsen. Je hebt daar die boxplot, dat is wat gemiddelde, hè, dus die ruit is het gemiddelde, die lijn is de mediaan. En dan heb je die outliers. En dan zie je dat onze oudere collega's toch iets meer outliers hebben dan de jongere collega's. Vergelijk gewoon de eerste drie, zo tot 40 jaar, en dan haalt geen wat erachter komt. Dat is nog een andere mentaliteit. En ook zien we daar meer geconventioneerde oudere tandartsen. En dan zien we meer outliers. Dus hoe zou dat komen? Ik denk dat jullie allemaal weten hoe dat komt. Nu, wat is eigenlijk het grote probleem dan? Hè? Dat is eigenlijk hoeveel dat wij als België spenderen aan ons budget voor tandheelkunde. Polen, Nederland en UK doen het nog slechter. Nu, Nederland zit een klein beetje anders in elkaar. Daar is alles via privéverzekeringen geregeld. Dus dit gaat over publieke uitgaven. Dus vandaar dat die nu daar op die grafiek laag zitten. Maar we komen van de laatste plaats en nu zijn we vierd laatst. Dat is het budget dat wij in België spenderen aan, van het totale budget gezondheidszorg aan tandheelkunde. Dus dat zou eigenlijk veel beter moeten en om min of meer in de middenmoot te komen, zou ons budget verdubbeld moeten worden. Gaat niet gebeuren, dus wij blijven altijd in de problemen zitten. Deze grafiek heb ik al laten zien, dus die tandheelkunde in twee snelheden komt er meer en meer. Maar ik ga nu even naar de conclusie gaan van dat rapport. Het officiële percentage geconventioneerde zorgverleners is geen representatieve indicator van de werkelijke toegang. Ik denk dat dat na deze cijfers wel heel duidelijk is. Officieel zijn er genoeg tandartsen, officieel zijn er genoeg geconventioneerde, maar in de praktijk merk je dat nog maar een kwart geconventioneerd is en dat er geen tariefzekerheid meer is voor de patiënt. Nu, de schuldigen hiervoor, wordt in de media altijd, het zijn wij, de tandartsen die als schuldigen worden afgeschilderd. Je kunt daar een klok gelijk op zetten. Om de twee jaar moeten we onderhandelen met de overheid over een beetje meer budget dat we niet krijgen, maar dan over een beetje vestzak, broekzakoperaties om de ene behandeling meer vergoed te krijgen en de andere wat minder. Ongeveer 6 maanden voordat die onderhandelingen van start gaan, in volle komkommertijd in de zomer, gaat je in de media van alle ja, artikels zien verschijnen, tandarts wordt duur, tandarts, je krijgt minder terugbetaald, tandarts verdient zoveel, tandarts dit, tandarts dat. Het is gewoon onderhandelen voor dummies. Dus je plaatst gewoon de andere groep in een slechter daglicht en dan komen we aan tafel in Brussel. Ja, maar de publieke opinie is tegen u gekeerd, dus hou het maar een beetje kalm, je hebt niet te veel te eisen. Je gaat dan zien, eigenlijk kun je al die artikels terug nagaan. Dus telkens als er onderhandeld moet worden, een half jaar daarvoor begint de media een beetje te bashen met de tandartsen. En dan kan de overheid weer verder doen. Nu, een ander iets is, dus voor de tandartsen het onderste. Er zijn heel grote verschillen tussen die specialisaties, bla bla bla. Maar voor veel van hen ligt het percentage raadpleging op nationaal niveau ver onder de 60%. En dat is eigenlijk het percentage dat wordt beschouwd als een garantie voor voldoende financiële toegankelijkheid.
Dus dit rapport komt letterlijk van de website van de overheid. Dit rapport, dat hebben zij hier. Ze weten dat het probleem er is. Ze weten dat er eigenlijk te weinig tandartsen zijn. Ze kennen de echte cijfers. Zij hebben de echte cijfers. En ze gebruiken gewoon andere cijfers naar gelang dat het eruit komt. En ondertussen wordt de bevolking blaasjeswijs gemaakt. Je hebt niet de zorg die je verdient als patiënt. En als tandarts zet jij meestal de kop van Jut en moet het altijd gaan uit. Goed. Wat zijn dan mijn conclusies? Ze zijn heel simpel. De nieuwe generatie tandartsen zijn vrouwen. Voor sommigen is dat goed, voor anderen misschien wat minder. Ik heb daar helemaal geen probleem mee. Ik vind dat heel goed dat er meer vrouwen zijn die tandarts zijn. Maar goed, binnen een tiental jaar gaat er een enorme uitstroom zijn. Dat hebben we ook gezien aan onze leeftijdspyramides. Dus wij komen in een enorm tekort terecht. Er zijn momenteel niet te weinig tandartsen, dus alle doemberichten die er momenteel zijn, die kloppen niet. Er zijn er niet te weinig. Maar we zitten met een archaïsch wettelijk kader om taken te delegeren. Dus in plaats van meer tandartsen toe te laten, moet men misschien eens denken om de wetgeving aan te passen, zodat jij als tandarts je taken kunt delegeren en je enkel met tandheelkunde bezighouden en niet meer een beetje in zo'n, nou, een vallen bek zitten te krabben van iemand die er toch niet om gaat. Er is een gebrek aan lange termijnvisie om dit op te lossen. Dat is er helemaal. Er is geen lange termijnvisie. Dat is Brussel, dat is het probleem. En er is een plek voor zowel de solotandarts, de groepspraktijk, als de keten. En we zitten nu eigenlijk al met een tandheelkunde in twee snelheden. En ik denk in de toekomst dat dit probleem alleen maar groter gaat worden. En als men nu niet maatregelen gaat nemen door, ja, meer taken te kunnen delegeren, meer tandartsen toe te laten op korte termijn, meer tandartsen te importeren, dan weet ik niet hoe dat het over 10 jaar gaat zijn, maar alleszins niet goed. Voilà, dat is een uurtje. Hè. If you watched the video completely until the end, wow. Thank you, means a lot. It was quite long, but I think, yeah, by now the message will be clear. Belgian dentistry is screwed. And especially in the future, there are some serious problems that are coming our way. If you liked the video, hit like, subscribe, turn on the notifications, and I will publish a new video next Thursday. For the English speaking audience here, well, next Thursday, not only will I upload a new video, but I'll also add the subtitles to this one.